Nog 2 weken en dan lopen er weer zo'n 46.000 mensen door de regio tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Velen van hen doen dat als persoonlijke uitdaging. Maar ook steeds meer wandelaars lopen mee voor een ander. Zo ook Juliette. Samen met nog 7 andere lopers vraagt zij met haar deelname aandacht voor Stichting Quiet. Stichting Quiet is een organisatie die zich inzet voor stille armoede. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat leden verschillende activiteiten kunnen doen. Juliette is lid van Stichting Quiet en ontving hulp van de organisatie. Daarna wilde ze wat terugdoen en werd ze ook vrijwilliger. Weet je wat het is? In het begin, het eerste jaar al, was ik zo dankbaar. En het deed zoveel met mij dat ik aan Joel, dat was de eerste coördinator van Quiet, dat ik aan hem vroeg toen ik een gratis kerstpakket mocht ophalen. Een jaar had ik geen kerstpakket ontvangen. En omdat je niet werkt, de economische crisis, noem maar op. En ik vroeg aan hem, kan ik niks voor jullie betekenen? Kan ik iets terug doen? Ik had een nieuwe matras ook gekregen. Ik zei, dat is zoveel geld. Ik zeg, een nieuwe matras van €1000. En een kussen erbij, uit de fabriek. Toen zei hij, nou, ik ben blij met jou. Volgens mij krijg jij heel veel. En als je als vrijwilligster bij Quiet bent, voel je dat je één familie bent. Ik ben familie van Quiet. Het is één grote familie. Juliette gaat dit jaar haar 18e Vierdaagse lopen en de 3e voor Quiet. Met dit initiatief hoopt ze Quiet zo goed mogelijk te kunnen steunen. Toen heb ik gevraagd of wij niet de sponsorloop mogen doen voor Quiet. Het idee was er, maar ik wist nog niet waar ik terecht moest. En uiteindelijk is het goed gekomen. En ik ben heel blij dat Quiet hier ook zoveel aandacht aan besteedt op mijn verzoek om daar iets aan te doen. Ik wil dat ook ieder jaar weer gaan doen, want dit wordt mijn 18e keer. Mijn 18e medaille krijg ik. En dat wil ik in de komende jaren ook blijven doen. Zodat Quiet bekend wordt. De members die er zin in hebben om te gaan lopen ook gaan meelopen. Ook meer sponsorlopers bij elkaar krijgen om Quiet hierin te steunen. En of ze een beetje zin in de Vierdaagse heeft? Een beetje? Helemaal. Want zoals de vorige afgelopen was, had ik weer meteen zin in de volgende. Het is een vakantie voor mij geworden. Ieder jaar op vakantie, tijdens de Vierdaagse.